Hallo en welkom bij een nieuwe video van Human Maker and Plants. Vandaag een vervolgvideo van zonnebloemzaden die ik heb geplant vorig jaar. Dit is nog een update daarvan. Als jullie willen zien hoe ik deze zonnebloemzaden zaai, dan zet ik hieronder even in de beschrijving de videolink, zodat jullie die kunnen bekijken. Dit zijn nieuwe zaden die ik had geplant. Deze groeien aardig goed. Dus dat is mooi. En dan gaan we nu naar de 7 jaar oude zaden. Er zijn er 4 die boven zijn gekomen. Maar zoals je ziet zien ze er niet heel goed uit. En vergeleken met die andere groei is ze ook niet heel best. Ze groeien heel langzaam zoals je kon zien. Vergeleken met die andere, want ze zijn op dezelfde dag geplant. Die andere zijn al veel groter. Deze blijven klein en de blaadjes zijn ook een beetje raar. We zijn nu weer een tijdje verder. En zoals je ziet, deze nieuwe zonnebloemenzaden die groeien heel goed. Die zijn denk ik al rond de 20 centimeter hoog nu. En ze zijn mooi groen en ze beginnen al nieuwe blaadjes te krijgen. Maar deze, de 7 jaar oude, die blijven een beetje hetzelfde. Maar ze worden ondertussen ook aangevreten door slakken. Dus dat is ook niet heel handig. Maar goed. Er zijn de 3 van de heel veel zaden, die, of 4 van de heel veel zaden die naar boven zijn gekomen. En hier komt misschien nog één. We zijn nu weer een tijdje verder en zoals je ziet, ze worden nog weer aangevreten, nog steeds. En ze groeien niet heel veel verder. Dus dat is erg jammer. Maar goed, je moet ermee doen. Dit was een test. Dit zijn de nieuwe zaden en zoals je ziet, deze groeien lekker door. Nieuwe blaadjes al. En we zijn nu weer een tijdje verder en je ziet hoe goed deze groeien. Allemaal alweer nieuwe blaadjes. En ze zijn nu ongeveer 30 centimeter hoog. En dan gaan we naar de 7 jaar oude zaden. En zoals je ziet, er is niet meer veel van over. De 4e is alweer weg. Die is helemaal opgegeten, denk ik. En deze andere die groeien ook niet echt door en ze worden ook aangevreten. Dus dit wordt denk ik niet veel meer. Maar ja, dit was een test. Dit zijn de nieuwe zaden. Die groeien goed door. Alleen zoals je ziet heb ik ze niet heel goed water gegeven. Allemaal dode blaadjes. Maar goed, ze groeien nog steeds verder. En dan wou ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Doei doei!